Zometeen ga je kijken naar Adam, een film van de Marokkaanse regisseur Mariam Touzani. Eerst een korte inleiding van mij. Mijn naam is Gerlinde Heijwegen en ik ben filmjournalist. Ik geef een beetje context bij de film en verklap heel erg weinig. Ik praat er zogezegd omheen. Er zijn weinig dingen die bij ons horen. Dat zegt Samia tegen Abla ergens in de film. En zo is het ook. Er zijn weinig dingen die bij deze twee vrouwen horen. Het is het verhaal dat regisseur Touzani ons met Adam wil vertellen. Vrouwen die weinig hebben ook. Omdat het er nooit was of omdat ze het zijn kwijtgeraakt. De dood nam of cultureel bepaalde restricties verbieden. En het nieuwe leven dat Samia in zich draagt, dat mag ook al niet. Ze is hoogzwanger. En zo meteen in het begin zien we haar zoeken. En die met Dina in Casablanca naar werk. Eigenlijk naar een plek om te overnachten. En nog veel meer een plaats om te bevallen van haar kind. Een kind dat ze niet wil, omdat het niet de kans is, een ongehuwde moeder. Het kind zal geen leven hebben als barstaart. Adam is een film over liefde. Alles voor het kind, alles voor het leven. Adam is een film over de rechten die vrouwen niet hebben. Niets voor jezelf. Jezelf het leven ontnemen wat je in je draagt, wat je gaat geven. Denken dat je kind beter af is zonder jou en waarschijnlijk is dat ook zo. En zijn er weinig dingen die bij vrouwen horen in deze film. Vrouwen die net even pech hebben. Touzani ontmoette ooit een echte Samia in haar leven. En het liet haar nooit meer los. Een Samia die bij haar ouderlijk huis aanklopte met zo'nzelfde vraag als die we zo meteen gaan zien. En jaren later moest haar eerste speelfilm daarover gaan. Het verhaal van de vele Samia's in Marokko en van de Ablas, een weduwe, ook al gemarginaliseerd. Vrouwen zonder mannen. Samia is er even, bij Abla en haar dochtertje Warda in die Medina in Casablanca. Abla bakt er de broden en verkoopt ze vanuit haar huis. En als ze niet zo ongelooflijk chagrijnig zou kijken, zou het er bijna gezellig uitzien. Een beetje volks, een beetje wat we dan authentiek noemen. Zij met haar dochtertje in hun huis met een mini-etalage vol vers brood. Touzani, die toont ons een klein stukje uit de levens van dus die drie vrouwen, de twee volwassen vrouwen en het meisje Warda. Een paar dagen maken we met hen mee, gewone dagen, niks te doen dagen. Dagen waarin er wordt gebakken, naar de radio wordt geluisterd, gezwegen veel, gegeten, geruzied. Langzaam brengt Samia weer wat vreugde in dit gemankeerde gezin. Ze bakt zoetigheden die Abla al lang niet meer kon bakken. Ze kon het niet meer opbrengen. Abla zien we zelfs op een gegeven moment weer eens glimlachen. Heel klein beetje maar. Want ook daar had ze de lust niet meer toe. Een stukje dus uit drie levens met kleine dingen. Klein geluk. Heel even. Touzani wil ons natuurlijk deelgenoot maken van de absoluut onrechtvaardige situaties waarin vrouwen gemakkelijk terecht kunnen komen. Ze concentreert zich alleen op hem. De wereld om hen heen is regelmatig onscherp als we die al te zien krijgen. Ergens, bijvoorbeeld in de film, lopen Abla en Warda over de markt op zoek naar Samia. Maar we zien alleen maar hen scherp. Wat hun ogen zien, blijft voor de onze out of focus. Zozeer als mijn ogen de marktkraam achter hen of de mannen naast hen ook scherp proberen te krijgen, Touzani staat er me niet toe. Geen afleiding, geen andere verhalen. Als je denkt dat Adam misschien wel een zware film is, dat valt gelukkig mee. Touzani snapt veel te goed dat je belangrijke boodschappen, urgente verhalen zoals deze, gedoseerd moet vertellen. Lachen en huilen, dat naast elkaar. Als je niet kunt lachen, kan je ook niet huilen, zoiets. Als je het te zwaar maakt, slaat het dood. Weinig dingen horen bij Samia en Abla. Maar weinig, weinig is meer dan niets. De kracht die ze hebben, deze drie terugvinden, vasthouden, is waar het Touzani meer om gaat dan dat wat er niet mag en ook niet kan zijn. Ik leefde mee heel erg. Ik schrok daar een beetje van. Ik schrok toen ik voelde dat het lichaam van een vrouw niet van haar is. Zelfs als Abla het ziet in de spiegel, haar eigen lichaam is het niet van haar. Het is
zo vreemd voor haar, alsof ze het zelf nog nooit gezien heeft. Haar lichaam vreemd, verborgen in gewaden, maar toch vooral verborgen door haarzelf, voor haarzelf, omdat de spiegel een te pijnlijk beeld laat zien, te veel verdriet. Adam is zo intiem gefilmd dat het me pijn deed. Niet ondraaglijk om naar te kijken, maar pijn die klopt. Echte pijn, geen filmpijn, geen neppijn. Noodzakelijk, noodzakelijke pijn als drijfveer voor vrouwen en misschien ook sommige mannen om samen op te komen voor wat volstrekt normaal zou moeten zijn, een vrij leven. Vrij zoals Samia en Abla het nodig hebben, zoals we dat allemaal nodig hebben. Toussaint liet me dat bijvoorbeeld voelen met close-ups die ik nog nooit eerder in een film zo op die manier gezien heb. En ik verklap niet welke, dat ga je vanzelf merken. Ze bracht me zo dichtbij dat ik er een fysieke sensatie door beleefde. Ik zag en voelde een moederliefde die door merg en been ging, echt door merg en been. Zo indringend. Toussaint's cameravoering die me ook al, ik vertelde het eerder, mee liet lopen met Abla door de steegjes van de Medina, hoekje om, bochtje door. Maar verder niets van de wereld laat zien. Toussaint's cameravrouw die sommige scènes als prachtige stillevens laat zien, bijna als schilderijen. Als je dat kunt, als je focus zo intens is, als je die combinatie ook kan maken, als je zulke emoties teweeg kunt brengen, dan heb je een hele sterke film gemaakt. We moeten sluiten wat open gegaan is. Dat zegt Abla ergens tegen Samia. Dat leert de ene vrouw de andere. Maar met deze film laat Toussaint het tegenovergestelde zien. Met geweldige actrices Loubna Zabal uit België en de Marokkaanse Nisrin Eradi. Ik wens jullie een hele, hele bijzondere voorstelling. Dank je wel.